Danny Blind, die bekend is als de mislukte bondscoach van Oranje, heeft zijn trouwe vrouw Yvonne bedrogen met een van haar beste vriendinnen. Dat onthult Juice Ganol, dat zegt dat Danny zich tijdens een gezellige wintersportvakantie met een vriendengroep niet kon beheersen. Yvonne zou de affaire hebben ontdekt en Danny hebben gestraft door hem niet meer mee te laten gaan op wintersport. Danny en Yvonne zijn al van jongs af aan bij elkaar en leken een voorbeeldig echtpaar, maar dat blijkt dus een leugen. Danny zou namelijk al meerdere keren zijn vreemd gegaan en Yvonne zou daarvan op de hoogte zijn. Ook hun zoon Daily, die in de voetsporen van zijn vader is getreden als voetballer, zou zijn partner, S, vaak hebben belazerd. Juice Ganol beweert dat er verschillende verhalen over zijn overspel in de media zijn gekomen.